Welkom, hier is de volgende Arduino tutorial. Het gaat over acties, hoe werk je met acties. En het idee is dat je als een complexere programma wil maken met meer functionaliteit, dan kan je die hele complexe werking afbreken in kleine acties. Hiermee gaan we aan de slag. En hiervoor gaan we gebruiken eerst een project die we al een keer hebben gedaan. Dit is de Time Controlled Node Delay. En die gaan we, deze gaan we dupliceren. Want de tijdcontrole is ook heel belangrijk bij als je werkt met simpele acties. Ja? Nou, hier is onze voorbeeld. En dan gaan we dit veranderen naar Action Control. Action and Serial Control. Ja, want we gaan dit ook de kleine acties aansturen via de Serial Monitor. Dus met de computer die aan Arduino is gekoppeld. En dit heeft dan het voordeel dat we kunnen heel goed mee experimenteren. Ja, gaan we hier even kijken naar onze voorbeeld. En als we gaan de simulatie starten. Dit is een simpele blinken programma. Maar die werkt niet met de delay functie. Maar met het tellen van de tijd met de millisfunctie, ja. En dit gaat een ledlampje aan en uitzetten. En de eerste wat we gaan doen, dus de ene actie wordt het aansturen van die ledlichtje aan uitzetten. En we gaan hier een tweede functie toevoegen. En dat wordt het aandrijven van een motor, ja. Dus dit hadden we ook in een vorige voorbeeld. Dus gaan we van de twee in complexere schakeling maken. We pakken een 9 volt batterij. En daarna zoeken we, dat is niet bij basiscomponenten, bij alle componenten in onze relaytje. Dat was ook in een van de eerste voorbeelden. Ja, dat is hier. En dit gaan we dan even omdraaien, zo. En zetten de batterij iets hoger. En we hadden nog een motortje nodig. Dit is onze motor. Hier, gelijkstroommotor. Oké, en die draaien we ook zo dat het plus min een goede kant komt. Ja, en dan gaan we even aansluiten die min kant van onze motortje aan de batterij. En de plus gaan we aansluiten via deze relay. Dat is daar. En vanaf hier moet het kabeltje naar de plus van de motor. En dit wordt rood. Dat wordt ook rood. Dus eigenlijk een mix van twee eerdere voorbeelden. En dit gaan we aansluiten op pin 7 deze keer. En dit wordt een oranje kabeltje. En vanaf hier, dan pakken we, moeten we nog een draadje trekken naar de ground. Ja. Oké. Dus wat we hebben hier is een elektromotortje. En dit gaat aangestuurd worden door pin 7. En dan gaan we even kijken naar de code. Dus als we hier terugkijken naar de code, dit was een heel simpele code. En dat ging over dat er na 1000 milliseconden wordt aangezet pin 13 de ledlichtje. En dat na 2000 milliseconden, of 2 seconden, wordt het uitgeschakeld. Ja? En hiervoor hebben we de millisfuncties gebruikt. Dus we hebben een start timer en we nemen een soort van sampletje van de tijd. En we meten hoeveel tijd er voorbij gaat en wanneer de tijdverschil
vanaf de meetmoment groter is dan de gewenste getal, in ons geval is het 1000 milliseconden, dan gaat een actie uitgevoerd worden. Ja, dus hiervoor hadden we een start timer variabel gebruikt. Dus daar gaan we in opslaan, de tijd van het moment wanneer we meten, de tijd. En we gaan nu een tweede timer maken en dat wordt gebruikt voor het op dezelfde manier besturen van die elektromotortje, ja? Maar hier hebben we de variabele starttimer gebruikt, die ga je het hernoemen naar dan LED timer. Dan maken we een tweede. En dat wordt een motor timer. Ja. Motor timer. Ja. En dan in dit geval gaan we hier hernoemen de starttimer overaan naar LED timer. En dit wordt ook LED timer. En hier wordt de timer altijd reset. Dus dit wordt weer LED timer. Ja. En dus dit was de aansturing van de LED lichtje. Ja. En om de twee delen los aan te kunnen sturen, dan ga ik hier een kopie van maken eerst. En dat was de loop eind daar, dus van hier. En dat was de LED. En hier maken we een kopie van. En die gaan we dit gebruiken voor motor timer. En dit wordt ook motor timer. En dit wordt dan ook motor timer. En we gaan pin 7 aan en uitzetten. Ja. Yep. En laten we hier 2000, 4000 van maken. Dus dit gaat langzamer werken dan de LED lichtje. Oké, hier hebben we ook een motor timer variabel gemaakt en dan moeten we nog een pin mode instellen voor onze motortje. Dus de 7 wordt ook een output, ja? Dus hier hebben we twee codes achter elkaar geplakt. Dus de ene verandert naar de andere. En gaan we even de simulatie opstarten. Dus wat we zullen zien is dat om de seconde gaat aan uit die LED-lichtje. En in principe om de 2 seconden. Ja, die gaat 2 seconden lang draaien. Iets langzamer gaat af en toe de motortje aan en uit. Ja? Nou, we gaan hier 2 acties van maken. Dus bij de 1 actie wordt het laten blinken van het ledje hier. En de 2e actie van aan uitzetten van die elektromotor. En gaan we of de ene of de andere aansturen. Ja? Laten we het zo doen dat hier hebben we nog een beetje ruimte. Om dit te kunnen doen, gaan we de eerste gedeelte van het programma een actie van maken en de 2e gedeelte van. En hiervoor gaan we een nieuwe variabel gebruiken en die gaat onthouden eigenlijk welke actie er moet gebeuren. Ja? En dit wordt een simpele variabel, dus dit gaan we heel simpel houden. Dit noemen we byte. Dat is niet een lange getal, maar van 0 tot 255, want we gaan niet meer dan 255 acties gebruiken. Laten we de action noemen. Ja. En dit hoeft, ja, dat kan wel met een 0 beginnen. Oké, en zeggen we punt, komma.
Ja? Daarnaast, wat we ook graag willen, is dat we deze hele stukje kunnen aansturen via de serial monitor. Dus we kunnen commando's via de serial monitor versturen wanneer welke actie uitgevoerd moet worden. Ja, en daarvoor gaan we een andere variabel, die heet een char. Dit is een andere type variabel die een karakter kan opslaan. En dit noemen we inbyte. Dus dat is een gebruikelijke benaming voor de binnenkomende ingelezen karakter. En dit hoeft geen waarde te krijgen in principe. En wat we nog moeten doen in de setup, moeten we nog een stukje schrijven. Serial begin 9600. En hiermee zetten we de serial monitor, de communicatie met de serial monitor aan. Ja? Oké. Okay. Dus wat we gaan doen, is ervoor te zorgen dat we hebben de ene actie hier. En we gaan de nummers geven aan de acties. We gaan actie 1, actie 2 noemen. Eventueel als je meerdere functies kan je actie 3, 4, 5 of zoveel zoals je wil. En die stukje van de code gaat alleen maar werken als de actie 1 of actie 2 geldig is voor de variabel. Ja? Nou, dan laten we dit zien hoe dit gebeurt. En dit gaat heel simpel gebeuren op de volgende manier. We zeggen if action gelijk aan 1 is, ja, tussen haakjes, en dit moet ook tussen andere soort haakjes. Dus als de action variabel de waarde 1 krijgt, alleen dan gaat deze stukje van het programma werken. Yep. Oké. Okay. Dus vanaf hier tot daar. En dan hier wat ik heel vaak gebruik, is dat ik dit stukje hier tussen zet ik een beetje naar links met de tabtoets. Dat je beter ziet dat dit stukje zo bij elkaar hoort. En dit eindigt daar. Ja. En dan kunnen we hier deze stukje voor het tweede gedeelte aanzetten, en dit wordt als de action variabel 2 wordt, dan gebeurt de tweede actie, dan draait de motor, ja? En oké, okay. Ja? En hier gaan we ook een haakje afsluiten, en zetten we de hele stukje hier weer een beetje met de tab die kant, dat het mooi gescheiden is, ja? En dan gaan we hier ook een opmerking doen met hoofdletter. Hier. Hoe nee. Dit gaan we noemen. Ik moet even in mijn notities kijken. Ja, het beste is code voor actie 1. Dit wordt dus een led blank. Ja. En dan kan je hier soms zetten ze ook zo'n streepje daartussen, dat je ziet dat hier een nieuw stuk komt. We hebben het een beetje omgekeerd gedaan, want dit wordt actie 1 en dit wordt actie 2 en dit wordt motor control en dit gaan we nog verder. Hier gaan we nog verder aan werken. Ja, dus als de variabel 1 wordt, dan gaat die stukje gebeuren, en als de variabel 2 wordt, dan gaat die stukje gebeuren, ja?
En we kunnen kijken bijvoorbeeld als ik ga hier, hadden we de action is eerst 0, als we gaan 1 doen, dus dan gaan we code maken. Dit is per definitie, dat is dus de startwaarde van de actie is 1, dan ga ik opstarten. We hebben hier ergens nog een foutje, simulatie beëindigen, let timer. Wat klopt er hier niet? Waarom is deze stukje hier bijgekomen? Dat weten we niet. Even nog een keer checken. Let timer is 0. Ik zie hier niet meteen een fout. Waarom wordt dit stukje zo aangegeven? Oké, ondertussen is het gelukt om de raadsel op te lossen. En het lijkt als ik hier klik, dan hier kan je onderbrekingspunten toevoegen. Dat betekent dat de simulatie wordt hier ondergebroken en kan je hier waardes van uitlezen. Maar dit hebben we niet nodig, dus moet je opletten dat je niet per ongeluk hierop klikt. En als ik geen onderbreking doe en ik ga opstarten, dan zie je als de byte action 1 is, dan zien we hier... die ledlichtje fixen, flitsen, en als ik zet de byte action op 2, dan gaat de motor draaien. Die draait 2 keer zo lang, met 2 keer zoveel pauze. Oké, heel mooi. Ja? Dit is de stap 1. Dus hiermee hebben we ervoor gezorgd dat de 1 actie gebeurt alleen wanneer de action variabel 1 is. En de tweede actie gebeurt alleen wanneer action variabel 2 is. Ja? En wat we nu gaan doen is dat we gaan hier een stukje code toevoegen aan het begin. En dit noemen we controller via... serial monitor. En wat we gaan doen is dat ik zoek even in mijn notities. Ja, de volgende stukje code moeten we hier intoetsen. If serial available. En dit zit je tussen haakjes. En dit is groter dan 0. En ik ga uitleggen wat dit betekent. Dan in byte gelijk aan serial.read. Tussen haakjes, punt, komma. En dan, ja, dit wordt het begin. En dit sluiten we af met een hekje. Dus zover wat hier gebeurd is, is serial available groter is dan 0. Dat betekent als er meer dan 0 informatie in de binnengekomen, dit noemen ze serial buffer, in de opslag van de Arduino, als soort van informatie binnenkomt. Dus als er iets is in de opslag, dan lees uit de opslag, serial read, in de variabel in byte. Nou, misschien is het nog niet helemaal duidelijk, als we verder gaan, dan wordt het nog duidelijker. Ja, dus hiermee lezen we uit wat we in de serial monitor gaan typen. Ja? En we geven de inbyte variabel die we hebben hier verzonnen, die krijgt de informatie binnen. Ja? En
eigenlijk gaan we hier ook bijschrijven. If serial buffer is not empty, ja, en hier zeggen we dan read the character to variable in white, ja, read character in variable in white, ja. En laten we bedenken dan iets van if in byte gelijk is aan, laten we voor LED lampje, dus als we een L commando, dan gaat het LED lichtje aan. En dan moeten we tussen haakjes grote letter L van maken, ja. Dus de grote letter L komt binnen als inbyte, ja. Dan, dus tussen haakjes, action wordt gelijk aan 1, punt, komma. En om die te kunnen controleren, laten we als feedback teruggeven door serial monitor. En dat heet serial print align. Print ln, ja. En dan tussen haakjes. Hoe is het? Action in. Blink LED. Ja. Oké. En als de binnenkomende boodschap gaan we hier kopiëren. Wordt M, grote letter M, dus de motor willen we aansturen. Dan de action variabel wordt 2. Dus de tweede helft van de code komt in werking. Ja. Nou, dit ziet er allemaal heel goed uit. En om dit, hier zetten we per definitie op 0. En dan laten we ook de 0 nog instellen, dat we dingen kunnen uitschakelen. Dus als de inbyte wordt, waarom zit het hier? Wat een vreemde iets. Als het inbyte wordt, wordt action 0. Als de inbyte wordt n, action 0. Zo bedoel ik. Do nothing. Ja, dus als we gaan een L intoetsen in de monitor, in de serial monitor, dan gaat de actie 1 uitgevoerd worden. Bij M actie 2, de motor, de actie 2, moeten we nog hier doen. Control motor. Ja. En als je een N zet, dan gebeurt er niets. Nou, laten we kijken of dat wij dit goed hebben gedaan. We zien meteen daar een foutmelding. If serial available. Ja, daar hebben we vergeten haakjes zetten. Oké. Okay. Inderdaad, inderdaad. Oké. Okay. Volgende. Oh, dan krijgen we nog meer meldingen. Oké, okay. Stoppen we. Want, wat hebben we hier gedaan? Hier hebben we niet zo'n haakje nodig, maar zo één. En vraag me niet waarom, dat hoort gewoon. Zulke haakjes zijn.
En dit wordt dan ook een andere soort van M. Wat doe ik verkeerd? Ja, zo. Oké. Hier ook. Nog een keer inslepen. Oké. Ziet. En niet gelijk, maar gelijk moet het zijn. Dit is ook een voorkomende fout. Want als het niet een vergelijking is, dan wordt het L. Oké. Dus dit is de goede manier. Simulatie starten. Nog meer foutmeldingen. Hebben we iets niet afgesloten? Oh ja. Ik ben het nergens afgesloten. En nog de pincommas zijn we ook vergeten. Nou, daar hebben we wel een pincomma, hier hebben we nog een pincomma en daar hebben we nog een pincomma nodig. Nou, nu gebeurt er niets, dus dat ziet er hartstikke goed uit. Dus als we gaan hier in deze veld intoetsen 1. Dan zo het ledlampje. Nee, er moet een L in toetsen, excuses. Dus ik zie action blink in blink led. En we zien het lampje heel mooi aan en uit gaan. Ja? En als is het een serum als message hoofdletter M, enter, dan begint de motor draaien. Fantastisch. Aan en uit. Ja, we zetten dan nog een keer het ledlampje aan om te proberen. En we zien bij L gaat prima het ledlichtje flitsen. Heel mooi. Oké, laten we dan nog verder kijken. We hebben nu nog hier in een klein probleempje. Eigenlijk als ik ga hier schakelen, een beetje snel naar de motor, en het ledlichtje stond aan, dan zie je dat de motor begint te draaien, maar dat ledlichtje bleef hangen in aanstand. En als het, wanneer de motor draait, ga ik terug schakelen naar de ledlichtje, dan begint het ledlichtje aan en uit gaan, maar de motor blijft hangen draaien. Nou, wat is de reden hiervoor? Dat we hebben, als we gaan springen opeens tussen twee commando's, dan voordat motor gestopt is bijvoorbeeld, dan beginnen we al de led laten aan uitgaan. En omdat die stukje van het programma niet werkt, omdat we zijn in actie 1, dus actie 2 niet, daarom wordt het ook na de gewenste tijd ook niet uitgeschakeld, die motor. Ja? Om dit op te lossen, gaan we hier een klein stukje toevoegen. En hebben we hier de if loop. En dat gaat vanaf hier tot en met. Nee, dit is hier. Hier is de if loop van action 1. Ja. Dus wat we hier gaan nog toevoegen tussen de twee acties, moeten we even stoppen die simulatie, is dat we gaan nog intoetsen hier, else. Ja? Dus als de actie 1 gestopt is, of waarvoor reden wordt niet meer uitgevoerd, dan zeggen we digital write 13 low. Ja? Hier intoetsen. Ja?
En datzelfde moeten we ook hier toevoegen aan het einde. Hier. Dus als actietable niet is gevoerd, else. En dan digital write 7 low. Yep. Yes. En gaan we de simulatie starten. En nu zijn we eerst in actie. Hier kunnen we trouwens wissen. Als we hier op klikken. De serial monitor. Dus zijn we in actie 0. Dus gebeurt er niks. Als ik ga eerst de L zeggen. Dan gaat het LED-lichtje aan. En wanneer die aan staat. Ga ik nu de commando M versturen. En dan begint de motor te draaien. Dat is heel mooi. En wanneer de motor draait. Dan zet ik nog L aan en je ziet dat de motor stopt op de goede tijd en de LED ook. Dus als het voor wat dan ook dit stukje van het programma verandert, dus de action gaat van de een naar de andere, dan wordt het nog door de L's uitgeschakeld, die motorpin of die LED licht pin. Ja, nou, dit is dan een heel mooie situatie hier. Maar stel je voor dat we een ander soort aansturing willen, een beetje intelligenter en niet alleen aan en uit gaat. Maar laten we zeggen dat de LED-lichtje die flitst in eerste instantie. En als ik de motor aanzet, ja, dan in dat geval gaat hij niet aan en uit gaan, maar die draait tot een bepaalde tijd en daarna stopt het. Dus het is heel vaak dat als er iets gebeurt, dan bijvoorbeeld moet een vernevelaar aangaan of moet een schoonmaakborstel aangaan voor een bepaalde tijd. Ja, dus niet aan, hè, maar gewoon aan en daarna moet hij stoppen. Nou, hoe doe je dat? Dan gaan we hier naar action 2. Dit is de aansturing van de motor. Dan maken we hier een beetje ruimte voor. En wat we hier gaan veranderen is dat die hele if gedoe gaat hier weg. Dus wanneer die action 2 wordt uitgevoerd, gaat de digital write high. Dus gaat de motor aan. Ja. Heel mooi. En na 4 seconden gaat het uit. Ja. Nou, hier hebben we een probleempje. Dat is wanneer we action aanzetten, dan wordt het permanent aan gezet. We willen eigenlijk, wanneer die uitgezet wordt, dat we gaan hier ook over naar een andere actie. Dus zodat we ook kunnen bijvoorbeeld stoppen. Dus zeggen we hier action wordt in dit geval gelijk aan 0. Ja? Dus zo gaan we eigenlijk stoppen. En omdat bij action 0 staat de pin uit, die kunnen we eigenlijk automatisch weghalen. Want bij action 0 is de else stukje van de code interessant. Want digital write wordt dan low. En eigenlijk is er nog een heel belangrijk iets. Dat we willen niet de motortimer beginnen wanneer die uitgeschakeld wordt, maar juist andersom. Dus we willen eigenlijk dat de motortimer elke keer wordt gestart buiten deze stukje. En eigenlijk zetten we hier dus de motor timer wordt buiten de if altijd reset. Nou, en dan dit moet tussen zo een haakjes gezet worden. Ja. Oké, okay. Laten we de simulatie starten. En dan zien we niets bijzonders. Staan we LED-lichtje aanzetten. En die gaat heel mooi aan uit. Aan, uit. En als we de motor aanzetten, dan moet de motor in principe aangaan. En na 4 seconden automatisch
uitgaan. Ja, dat is ook uitgezet. Ja? Om dit een beetje zichtbaarder te maken, ben ik vergeten hier eigenlijk, moeten we nog toevoegen bij action 1. Die serial printline. Even printen, dat hier aangeven aan ons, dat we hebben na 4 seconden niet alleen teruggaan naar action 0, maar dit printen we ook op de serial monitor op. Ik heb hier een beetje foutje gemaakt. Code terughalen, dit stukje, en laten we de simulatie starten. Dus als ik aanzet de motor, gaat aan. En na 4 seconden stopt het en zegt hij action 0. Dus we zien dat hij teruggegaan naar action 0. Ja, als ik de ledlamp opstart, die blijft eindeloos flitsen. Als ik end doe, dus dat is de andere commando, dan ga ik zelf op 0 actie zetten. Of als ik op M zet, dan draait de motor. Na het draaien van mijn motor gaat automatisch stoppen. Ja? Ik kan ook dit veranderen zo dat ik wil dat het na de motor draait. Dus als ik de motoractie doe, dan eerst draait de motor en daarna gaat de LED aan. Nou, laten we dat ook proberen. Dus dat betekent dat hier bij de 4 seconden wachttijd, als die over is, dan gaan we action 1 blink LED. LED. Ja, oké. Okay. Gaan we nog een keer proberen. Dus in dit geval, als ik de motor opstart, dan draait de motor. En na 4 seconden stopt het. En dan gaat hij naar de blinkfunctie. Hier krijg ik heel mooi de feedback. En de LED-lampje blijft flitsen. Ja? Nou, laten we nog een leuke allerlaatste extra functie toevoegen. Laten we voorstellen dat het LED-lichtje gaat ook niet eindeloos aan, uit, aan, uit, aan, uit. Maar we willen dat het LED-lichtje 4 keer flitst. En daarna stopt het. En dan gaat hij weer naar action 0. Ja? Hoe doen we dat? Nou, daar gaan we een counter gebruiken. Dus het is ook heel vaak gebruikt dat je bepaalde acties een aantal keer weer uitvoeren. En dat noemen we een counter. Dus we gaan tellen hoeveel de LED-lichtje heeft geflitst. Ja? Om dit te kunnen tellen, hebben we weer een variabel nodig. En dit is weer eigenlijk, gaan we niet heel veel flitsen doen. Laten we bijvoorbeeld 4 keer flitsen. Dus noemen we weer byte. Dan kunnen we een nummer tot 255 in opslaan. Dus de byte wordt de LED counter. Dit is dan een andere leuke variabel. En dit wordt per definitie 0. En sluiten we af met een comma. Ja? En gaan we naar de stukje van, dit was code voor actie 1. Hier. En hier gaan we het lichtje aan, uit. En laten we zeggen wanneer het uitgaat. Ja? In dit geval. Hoe heet het? LED counter. LED counter wordt gelijk aan de LED counter plus 1. Ja? Dus als de LED counter 0 is, ja, dan worden hier, dit is 0, dan wordt de LED counter opeens 0 plus 1, 1. Als het 1 is, dan wordt het 1 plus 1, 2. En zo gaat de teller, gaan we aan zichzelf altijd 1 toevoegen. Ja? Nou, dit is dan super simpel en heel mooi. Ja? Het enige wat we nog hier moeten toevoegen
is weer een if in een if. Dus dit moet na de laatste of dit gebeuren, of eigenlijk kunnen we ook hier in doen. Eigenlijk als even if let counter. Daar is de O was een klein letter. Wordt groter of gelijk aan 4. Yep. En dit moet tussen haakjes zijn. Dus wanneer onze tellertje meer dan 4 is, dus meer dan 4 keer was aan en uit, dan action wordt gelijk aan 0. Dus dan schakelen we uit. Ja? En dan printen we dit weer ook op die serial monitor. Om te zien dat het is uitgevoerd. En zeggen we action 0. Do nothing. Ja? Dus dit wordt de volgende. En die moeten we dan hier een haakje beginnen. In plaats van de punt komma. En daar de haakje beëindigen. Ja? Dus hier gaat de teller bij elke flits uit. Eentje vooruit. En wanneer die groter dan 4 wordt. Dan gaan we weer over naar action 0. Ja? Nou, laten we proberen of dat dit werkt. Oké. Okay. We zetten hier het lichtje aan. L, hoofdletter L. Commando dat de actie van de led wordt. 2, 3, 4 keer aan. En dan ging het over naar 0, do nothing. Ja? We kunnen het nog leuker eigenlijk zichtbaar maken. Want kunnen we ook hier, bij de led counter... ook een serial print stukje toevoegen. En we gaan hier printen in plaats van een boodschap de LED counter. Dus we gaan zien de waarde veranderen. Oké. Okay. Laten we kijken naar. Starten we de LEDje op. Gaat die 1, 2. Hier zie je. 3 keer aan uit, 4 keer aan uit, en nu is hij gestopt. Ja, die doet hij niets. En als we herinneren, ook als we de motor opstarten, dan begint de motor draaiende. En na 4 seconden gaat het lichtje aan, actie 1. Oh nee, dat is nog actie 0, do nothing. Dit wilden we nog veranderen, eigenlijk gaan we veranderen dat... Na de motor draaien stopt het niet. Men gaat over naar de LED flits actie. Motor control. Action 1. Hop hop, hier zien we iets. Onduidelijks. Je zou die naar actie 0 moeten gaan. Actie 1 moeten gaan in actie 0. Gaan we nog een keer proberen. We starten de motor aan. Draait die 2 seconden lang. Dan stopt het. En begint het LED. 1, 2, 3. 4 en daarna stopt hij. Ja? Aha, ik weet waarom als ik nu op de motor opstart, het draaien van de motor stopt hij meteen. En gaat hij naar action do nothing. En het probleem hier is dat wanneer die counter
Als de counter 1 keer groter dan 4 wordt, dan wordt hier altijd teruggezet naar action 0 do nothing. Ja? Maar eigenlijk als dit 1 keer gebeurt, dan willen we ook meteen dat de led counter wordt weer eerst gelijk aan 0. Ja? Dus dit moeten we ook altijd resetten, dat hij niet vanaf de 4 verder probeert te tellen, want dan stopt hij altijd automatisch onmiddellijk. Ja? Laten we nog een keer proberen vissen. Ja? Eerst gaan we de LED-lampje testen. L. 1, 2, 3, 4 keer fietsen. En dan is het gestopt. Ja? Maar nu is hij ook reset. Ja? Dus wanneer ik nog een keer het LED-lichtje aanzet, dan begint hij weer. 1, 2, 3, 4. Prachtig. En als ik de motor aanzet, eerst gaat de motor draaien voor 4 seconden. En daarna de LED flitsen 4 keer. 2. 3, 4, en daarna wordt het automatisch einde aan allebei. Ja? Dus zoals jullie zien, hier hebben we een best mooie soort van achter elkaar gebeurende acties, reeks acties uitgevoerd. En dit kunnen we heel mooi controleren. En eigenlijk op die manier zul je heel veel extra onderdelen toevoegen met heel veel verschillende functies. Als je gaat dit stukje min of meer kopiëren en aanpassen. Ja. Dan wordt action 3, action 4, action 4. Dan kan je eigenlijk eindeloos veel acties doen. En je kan die code best gecompliceerd maken, omdat elke stukje hier wordt alleen maar uitgevoerd. Als de action variabele de goede waarde krijgt, dan kunnen er nooit conflicten ontstaan in je programma. Ja? Wat ik nog belangrijk vind, is een heel belangrijke opmerking, is dat hier gaan we nog toevoegen aan de code. Even. If the action interrupted reset of switch off and it was a motor and reset timer, yeah, dit hoeft niet heel veel letter, maar hoofdletter is een stukje snijding tussen bij mij. Dus de hoeveelheid gebruik ik om te scheiden de acties van elkaar. Ja, dit stukje halen we weg, want dit is onnodige informatie voor hier. En dat doen we hier ook. If the action is interrupted, turn off LED. Ja. Oké. Nou. Dat was het.